Vanavond in Van Gewest tot Gewest, van populier tot holleblok, het hoe en waarom van de klomp. Zaanstad kan met recht de gifstad van Nederland worden genoemd. En Nederland blijkt wereldkampioen sjoelen te zijn. Goedenavond allemaal. Het meest Hollandse schoeisel dat er bestaat is de klomp. En u wist het waarschijnlijk niet, maar de klomp viert dit jaar zijn 500-jarig bestaan. De klomp is warm, droog en draagt gemakkelijk, zeggen de gebruikers. En dat blijkt een groeiend aantal te zijn. Het loopt dus goed met de klomp. Klompen worden in ons land nog maar heel weinig met de hand gemaakt. Het klompenmaken wordt steeds meer gemechaniseerd. Al meer dan 2000 jaar wordt er over de hele wereld houten schoeisel gedragen. Maar dit jaar, precies 500 jaar geleden, werd het houten holle blok voor het eerst klomp genoemd. Geschiedkundigen kwamen het woord tegen in een stadsrekening in Arnhem. Met de klompen in de maat lopen wij hier door de straat. Van vroeg tot laat, tot de zon weer ondergaat. Met een klomp aan iedere voet lopen wij vol goedemoed. Bij de prutsen vol met stoet, het mooie leven tegemoet. De klomp is geen Hollandse vinding. Zeer waarschijnlijk kwam er in 1350 iemand in Frankrijk op het idee dat je een blok hout ook kon uithollen zodat je voet erin paste. Rond 1400 kwam de eerste klomp in Nederland, al werd die toen nog niet zo genoemd. Hoosblok of holleblok, dat waren de eerste namen. Wat niet zo gek bent je met. Eeuwenlang zijn de klompen volksschoeisel nummer 1 geweest. De klomp was warm, je kreeg er geen natte voeten in en hij was vooral goedkoop. De klompenmaker verdiende er nauwelijks iets aan. Het hout dat hij gebruikte voor de klompen was meestal wilgen of populieren hout. De klomp werd vooral in het oosten en in het zuiden gedragen, de armste streken. Enter in Twente was vroeger een echt klompenmakersdorp. Bijna huis aan huis werden klompen gemaakt. Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren hier nog 35 machinale bedrijven en 40 handwerkers. Door het opkomen van de leren schoen en door de vergaande modernisering liep het aantal bedrijven hier uiteindelijk terug naar 3. Een aantal oude klompenmakers startte toen een cursus klompenmaken. Dat is 10 jaar geleden dat we begonnen zijn met de cursus. Omdat we van mening waren dat het vak, het oude ambacht in Enter, niet verloren moest gaan. En dat we een jongere generatie moesten hebben die dat vak handwerk. Want dat is echt een beeldhouwwerk. Waarbij je een linker en een rechter klomp in spiegelbeeld maakt. Dat is, op zichzelf is dat gewoon een beeldhouwwerk. En dat moet bewaard blijven voor Enter. Thank you.
papier erover om een goede klompenmaker te worden? Nou, jaren. Deze cursisten die je nou hebt gezien, die hebben daar 10 jaar over gedaan. 24, 25 zaterdagen in het jaar. En dan moeten ze thuis oefenen en nog eens oefenen, want het is een moeilijk ambacht. De meeste klompen die nu in Nederland worden gedragen, worden al lang niet meer met de hand gemaakt. Jaarlijks worden zo'n 3 miljoen klompen vervaardigd, waarvan 1 miljoen bestaat uit draagklompen en 2 miljoen uit souvenirklompen. In Beltrum in de Achterhoek staat de modernste klompenfabriek ter wereld. In dit bedrijf worden ruim 400.000 klompen per jaar gemaakt, waarvan 20% wordt geëxporteerd naar onder andere Amerika, Japan, België, Italië, Zwitserland en Frankrijk. Om de blokken hout in het goede model te krijgen, wordt een kunststof klomp afgetast. Een messenkop zorgt ervoor dat het overtollige hout wordt weggefreesd. Het uitboren gebeurt ook al gedeeltelijk volautomatisch. Deze halfautomatische boormachine zal binnenkort worden omgebouwd tot volautomaat. Alle machines, hè, omdat de bedrijfstak in wezen te klein is, hè, alle machines die je graag zou willen hebben in je bedrijf, die moet je zelf ontwikkelen. Hè, dat houdt in, je moet het zelf uitdenken. Je moet zelf naar de machinefabrikant toestappen van, joh, kun je dat en dat voor mij maken? En dat houdt dus in dat al de ontwikkelingskosten in zo'n machine, hè, dat komt allemaal tot je eigen rekening. En dat zijn vaak toch behoorlijke bedragen. En daarom ook dat het moeilijk is om te automatiseren. Ik zie een heel erg grote toekomst in die klompen. Ik zie ook dat de markt, en vooral wat betreft de kinderklompjes, dat die markt ontzettend zal gaan aantrekken. He, want je ziet steeds meer het verschijnsel. Wij kunnen het ook merken binnen onze fabriek dat we steeds meer kinderklompen moeten gaan maken.
En men ziet toch steeds meer het gezondheidsaspect in voor kinderen, qua steungevende functies en zo, om op klompen te gaan lopen. Bovendien lijkt het hartstikke leuk dat je daar kinderen op klompen ziet lopen. Het aantal dragers wat van oudsher de klomp gebruikte, dat aantal is drastisch afgenomen. En wij zijn op het ogenblik drukdoende met nieuwe doelgroepen te bewerken. Was het vroeger de agrariër die klompen droeg? In de toekomst zullen het de mensen zijn die in hun vrije tijd veel in hun tuin werken, klussen rond het huis, op campings verblijven. Dat is de nieuwe doelgroep die de klompen moet gaan dragen. En wij zijn vol vertrouwen dat wij ook in de toekomst daar nog een grote markt zullen kunnen behouden, CQ kunnen opbouwen. Wat nu al heel goed in de markt ligt, zijn de souvenirklompen. In het Brabantse Liemde staat een bedrijf dat zich hierin heeft gespecialiseerd. In allerlei soorten en maten. Ja, die grote klompen die worden in hoofdzaak gebruikt voor reclamedoeleinden. Het zijn heel veel Nederlandse bedrijven die deze klompen kopen en ze dan gebruiken als blikvanger in een stand op een beurs of iets dergelijks. Niet alleen daarvoor, maar ze worden ook gebruikt als een, nou, gewoon door particuliere mensen om er een paraplubak van te maken. Ze zijn alles gebruikt geweest voor kinderwieg. Ze worden ook gebruikt om, als brievenbus. En alle toepassingsmogelijkheden weet ik er gewoon echt niet van. Ik weet ook dat er een keer een wedstrijd is gehouden met vier klompen, met zeiljachten. Dat is voor alle mogelijke gekke dingen. Kijk, die klomp, dat is nou een typisch Nederlands product dat in het buitenland geweldig aanslaat. Als men een klomp heeft, hoeft men echt niet meer te zeggen dat men naar Nederland komt. En dat is ook de reden waarom deze klompen ook de hele wereld overgaan. De kleinste klompen die hier gemaakt worden, zijn 3,5 centimeter lang. Een speciaal ontwikkelde machine zorgt ervoor dat het echte klompen worden. Zag mensen in Volendam. Volendam was al een beetje een toeristische trekpleister in klederdracht. Toen zijn de klederdrachtpoppen gekomen. En de klederdrachtpoppen, industrie die heeft eraan meegewerkt. Of is er eigenlijk de oorzaak van dat wij machines zijn gaan laten vervaardigen die hele kleine klompjes kunnen maken. Daarnaast, vrij snel zelfs, is men de klompjes in alle mogelijke maten gaan beschilderen. En er zijn bedrijven geweest die dat gat in de markt doen. Goed ingevuld hebben. Met de klompen in de maat lopen wij hier door de straat. Van vroeg tot laat, tot de zon weer ondergaat. Met een klomp aan iedere voet lopen wij vol goede moed. Bij de butsen vol met stoet, het mooie leven tegemoet. Die klomp heeft een heel belangrijke waarde, met name als we verder in de wereld gaan dan behalve alleen in de nabuurlanden. Gebruiken we ook daadwerkelijk heel iedere dag nog op allerlei presentaties in het buitenland klompenmakers die laten zien hoe wij klompen maken. Niet zozeer om uiteindelijk een gereed product uit te laten maken, maar om mensen te trekken die we vervolgens dan heel gemakkelijk het verhaal over Nederland kunnen vertellen. De productie van klompen zal volgens de verwachting de komende jaren nog wel toenemen. Mits er genoeg en vooral goede bomen worden geplant. De laatste jaren waren een aantal klompenmakers wat bezorgd over de kwaliteit van het snelgroeiende populiere hout. De klompenindustrie die stelt in wezen de meeste eisen aan het soort populiere hout. Nog niet eens zozeer de zagerijen, maar juist de klompenmakers. Nou, ik vind dan ook dat onder andere een ministerie, met het opstellen van een meerjarenplan bosbouw, dat die overleg moeten plegen met die klompenmakers, met die klompenindustrie. Zou het een einde kunnen betekenen van de klompenindustrie? Nou, als dat een einde zou betekenen voor de klompenindustrie, dan zou dat natuurlijk doodzonde zijn. Want wat moet Nederland nou zonder klompen? Met de klompen in de maat lopen wij hier door de straat. Van vroeg tot laat, tot de zon weer ondergaat. Met een klomp aan iedere voet, lopen wij vol goede moed. Bij de butsen vol met stoet, het mooie leven tegemoet.
De Zaanstreek is een van de oudste industriegebieden van ons land. Huizen en industrieën staan daar op en in elkaar gebouwd. Men woekert met de ruimte. In het verleden is men nogal eens onzorgvuldig met die ruimte omgesprongen, blijkt nu. In 1955 bijvoorbeeld werd een voormalige vuilnisbelt bouwrijp gemaakt, zoals dat heet. Letterlijk en figuurlijk betekende dat zand erover. Want Rooswijk, zo heet die vroegere vuilnisbelt nu, blijkt de grootste gifwijk van de bijna 100 vervuilde plaatsen van de gemeente Zaanstad te zijn. In het jaar 1987, en dat is het jaar van het milieu, kent de gemeente Zaanstad maar liefst 99 locaties waar de grond een beetje of ernstig vervuild is. En die 99 locaties zijn dan alleen nog maar de officieel geregistreerde plekken. Woonhuizen naast fabrieken. In Zaandam komt dat veel voor. De Zaan stroomt door een van de oudste industriegebieden van Nederland. Industrie betekent maar al te vaak vervuiling. En vroeger werd daar niet zo over nagedacht. Nu wel, gelukkig. 99 giflocaties binnen je grenzen, dat is niet niks. Het is erg veel. Nou, dat betekent dat je de ergste locaties in de allereerste plaats zo snel mogelijk probeert te saneren. Er zijn plaatsen bij waar mensen wonen. Eén daarvan is Rooswijk, waar we op het ogenblik bezig zijn. Het tweede is de Lindenlaan, waar we zo snel mogelijk en nu met een saneringsonderzoek bezig zijn, zodat we ook daar zo snel mogelijk zullen gaan saneren. Dan zitten we nog op een groot aantal plaatsen waar we graag willen bouwen, gaten op willen vullen in de bebouwing. Dat betekent dat daar onder andere eerst grond moet worden afgegraven en als er een schone leeflaag is aangebracht, dan kunnen daar dan huizen gebouwd worden. 99 giflocaties in de Zaanstreek, dat is niet niks. Hoe gaan ze daar volgens jullie mee om? In vergelijking met het verleden redelijk goed. Het is zo dat Zaanstad nu wel meer aandacht besteedt aan giflocaties, bestaande en reeds gesaneerde. Dat is mede door druk vanuit milieuorganisaties tot stand gekomen. En het feit dat er nu een aantal locaties zijn gesaneerd is voor het allergrootste deel te danken toch aan de provincie die dergelijke locaties hoog op een lijst zetten dat ze gesaneerd moeten worden. In 1984 kwamen de milieuorganisaties voor het eerst met een gifkrant, waaraan de gemeente in het begin sowieso geen medewerking wilde verlenen, omdat ze zeiden van nou, dat is ons pakje aan en dat regelen wij wel. Gelukkig is in de loop der jaren wel een betere verstandhouding tot stand gekomen tussen milieugroepen en de gemeente. De huizen van Rooswijk werden in 1955 gebouwd op een voormalige vuilnisbelt. De sloten die er liepen werden volgestort. De grond werd bouwrijp gemaakt met zand. Er zijn metalen gevonden, aromaten, koolwaterstoffen en olie. Vanaf maart is de lawaaiige sanering aan de gang. Voor hun vernielde tuinen kregen de bewoners een passende vergoeding.
Terwijl de bewoners in hun huizen bleven wonen, werd een meter vuile grond afgegraven. Als begin volgend jaar de straten van Rooswijk weer dicht zijn, betekent dat het einde van vooral een ingewikkelde operatie. Rooswijk is een hoofdstuk apart. Het is een situatie die eigenlijk even erg of misschien nog erger was dan Lekkerkerk. Dan zit je voor het dilemma, wat doe je? Breek je zo'n hele wijk af? Of kun je saneren? Nou, in een goed samenspel met de provincie is er een oplossing gekozen die vrij uniek is. Namelijk de bewoners hebben kunnen blijven zitten, de tuinen ontgraven, onder de huizen vandaan het vuil weghalen. En daarna een schone leeflaag aanbrengen ter hoogte van een meter, zodat de gifgrond eronder volkomen geïsoleerd is. De mensen weer over een schone tuin beschikken. En ook geen giftige dampen meer in de huizen binnen kunnen komen. En zo die sanering toe te passen. Het principe van de schone leeflaag doet steeds meer opgang als het te duur is om alle vervuilde grond weg te halen. Vooral op nieuwbouwlocaties en vooral sinds er een wet is die woningbouw op vervuilde grond verbiedt. Je zou dat natuurlijk struisvogelpolitiek kunnen noemen. Gedeeltelijk, maar je moet eigenlijk zeggen van twee kwaden de minst kwade kiezen. Je laat of die gif zitten tot het jaar 2000 zoveel dat je ooit eens een keer geld krijgt om er wat mee het af te graven. Nu weet je zeker dat het voor de volksgezondheid geen kwaad kan, want de mensen kunnen er niet bij. Het kan niet in planten of struiken terugkomen. En het zit daar in de grond. En ja, het is kiezen van twee kwaden. Of de grond blijft zo kaal liggen en je kunt het niet meer gebruiken en je kunt er ook niets mee doen. Of je gaat het wel gebruiken voor woningbouw. En dan denk ik dat afwegende de keus om dan toch woningbouw daar mogelijk te maken, dat dat mogelijk moet zijn. Waarom zijn jullie tegen op dat leeflaagprincipe? Nou, het leeflaagprincipe houdt in dat bewoners die niet meer rechtstreeks met gif of met verontreinigde bodem in aanraking kunnen komen. Dat wil zeggen dat het eigenlijk inhoudt dat er een meter afgegraven wordt en dat er een meter schoon zand weer opkomt. Zogenaamd zand erover, zeg maar. Of je kunt ook zeggen dat het vuil onder het vloerkleed wordt geveegd en dat plekken waar mensen niet rechtstreeks mee in aanraking komen gewoon maar blijven liggen. Dus dat betekent dat in die wijk onder straten of zo gewoon de verontreiniging nog ligt. En dat betekent dat dat gedurende de eerstkomende 20, 30 jaar in de gaten moet worden gehouden. Dat water wat uit drainagepijpen komt gezuiverd moet worden. Dat er weer iets met dat slip moet gebeuren. En wij denken dat je, als je dan eenmaal toch bezig gaat, maar beter de boel meteen heel goed kan doen. De sanering van Rooswijk kost 7 miljoen gulden. De provincie betaalt het leeuwendeel. De vuile grond wordt voor zover mogelijk verbrand in de Rijnmond en verder tijdelijk opgeslagen tot er een definitieve oplossing voor is. De grond onder de huizen wordt met de hand losgemaakt en daarna weggehaald met een soort reuzenstofzuiger. Als een meter grond is weggehaald, wordt er een laag bloembakkorrels opgespoten. In een bed van die korrels komt een buizensysteem te liggen. Het grondwater wordt daardoorheen afgevoerd en indien nodig gezuiverd. Bovenop de buizen komen weer korrels en daarover een kunststof doek. Waar toch nog een mogelijkheid bestaat dat giftige dampen zouden opstijgen, wordt onder de huizen isolatie aangebracht. Onder de grond in Rooswijk ligt dus nu een heel buizenstelsel voor de afwatering, verdeeld in compartimenten. Eerst wordt op het riool geloosd en pas als het water schoon is op het oppervlaktewater. De vraag is wanneer al het water schoon is. Er zijn compartimenten die blijken meteen al zulk schoon water te leveren dat het op het oppervlaktewater geloosd kan worden. Er zijn ook compartimenten waar het 10, misschien 20 jaar duurt voordat we zover zijn. Wij rekenen op een maximum van 30 jaar. Hier bij u in de wijk is er nu schoonmaak gepleegd. Ze zijn er nog mee bezig. Ja. Maar nog niet alles is uit de grond. Nee. Was dat nou de bedoeling? Nou, het meest positieve uiteraard zou zijn als alles helemaal de grond werd uitgehaald. Dat betekent meters diep graven. Ik denk dat het ontzettend moeilijk is om een wijk met zoveel huizen in één klap af te breken. Er is uiteindelijk in overleg met provincie, gemeente en bewoners, dat is heel duidelijk,
is op een gegeven moment naar een alternatief gezocht. En het alternatief is gevonden in de aanpak zoals we hier op dit moment ook zien. Ja. Was het overleg tussen de gemeente en de wijkbewoners goed? In eerste instantie was het overleg vrij slecht. Het kwam heel moeizaam van de grond. In een latere fase is het overleg duidelijk, ook op initiatief van een aantal ambtenaren bij de gemeente Zaanstad, heel positief geworden. Het heeft geresulteerd in een uitstekend overleg. Waarbij het woord inspraak zou ik eigenlijk niet gebruiken, want het ging verder. Het was duidelijk meedenken en praten om oplossingen te vinden voor de wijk. Gedoe hier, hè, die schoonmaakactie. Nou, of het een toestand is. Maar we zitten er al zo lang mee, hè. Hoe lang bent u er al mee zoet? Een jaar. En dat betreft ook de schoonmaak onder uw huis? Of? Nee, dat is nou, anderhalve week. Ik hoop dus dat het met weekend dicht ligt. Wat vindt u ervan? Goed, positief. Ja? Ja. Maar ik vind dus wel, zoals hier tegenover, dan ligt het nou al 5 weken open. Dat is natuurlijk wel erg lang. Het is gewoon vervelend. Maar ik heb zo gauw ook geen ander huis. En je weet gewoon niet meer waar het wel schoon is op een gegeven moment. Je vertrouwt niks meer. Maar ja, ik ben blij dat het weggaat. In ieder geval. Ze zeggen toch van hoge hand. Het is goed nu. Mm-hmm. En het grondwater wordt steeds gecontroleerd. Want dat kan natuurlijk nog een probleem worden, hè? Want het is natuurlijk voor niet gebeurd en de plantsoenen niet. Maar ja, dat is dan wel later zorg. Ik denk dat het in ieder geval wel zo is dat je kunt stellen. De locatie zoals die was en zoals die zo meteen over klaar is, zoals die dan is, denk ik, vergelijk met andere delen in Nederland en ook met name in Zaanstad, dat we in een relatief schone wijk zijn terechtgekomen. Typisch Nederlands, sjoelen. In hoeveel huizen zou zo'n houten bak staan die op lange winteravonden tevoorschijn wordt gehaald voor een gezellig potje schuiven met de 30 stenen? Een aardig vermaak, maar sport? Nou, nee. In het Groningse Ter Apel denken ze daar anders over. Dan gaan we dus verder in de derde rij. Aansluitend bij die anderen. De volgende personen gaan dus jureren. Even de Jong, Wim Sanders, G. Menzo, L. De Lange Emmen, F. De Lange Emmen en Bas Nuis. Die mensen gaan dus jureren. Dan zullen dus allemaal plaats hebben. Hier in Ter Apel zit een sjoelvereniging die al 6 keer achter elkaar kampioen van Nederland is geworden. En om dat te onderstrepen organiseerde men in mei een sjoelfestival waar 50 topspelers uit het hele land op afkwamen, plus nog eens 200 andere deelnemers. Ja, toen maar uit, je geboortedatum, waar je woont, welke school dat je zit. Kikken zijn wel leuk, hè? Het was al de derde keer dat Ter Apel zo'n sjoelfestival organiseerde, want niet voor niets ligt hier de bakermat van het wedstrijdsjoelen. Ja,
Normaal oefent de Sjoelvereniging Ter Apel en omstreken 2 keer in de week in het eigen clubgebouw. Met meer dan 100 leden, jong en oud, is het een van de grootste verenigingen in het land, aangesloten bij de Algemene Nederlandse Sjoelbond. Sinds 3 jaar is Sjoelen officieel erkend door de Nederlandse Sportfederatie. En daardoor bedrijven de 3000 wedstrijdsjoelers dus nu een echte sport met competitie op afdelings-, districts- en landelijk niveau. Hier in Ter Apel wordt alweer de basis gelegd voor het volgende kampioenschap. Dit jaar ging dat trouwens even mis. Dat was dus voor ons is het dus wel kleiner te luchten. Maar je hebt dus tegenstanders, die waren dus ook sterker. Ze willen zich gewoon ting over Trapel, willen ze zich verweren. En dan zeiden we, nou, Trapel moet een keer ingepakt worden. Nou, het is er dus wel gelukt op een nippertje. Dan hadden wij dus wel weer de titel wel weer binnengehaald. Maar ik zeg gewoon, op je beurt volgend jaar doen we gewoon een keer over. Dus voor, dat doen we gewoon. Is Sjoelen een typisch noordelijke sport? Nou, het is hier wel in het noorden begonnen. Toen in 77. 76 is men dus wel begonnen. Kleine informaties bij elkaar, bij familie en kennissen. En zo is dat uitgegroeid hier in het noorden tot topsport. En er is verder, in 77 is de bond opgericht. Toen zijn ze dus echt begonnen met officiële sjoelwedstrijden. En ook met Nederlandse kampioenschappen zijn ze toen begonnen. Maar de zuivere, echte sportelementen kom je tot Noorden uit. Oh. Er zijn 88 verenigingen aangesloten bij de Sjoelbond en daarvan zitten er 37 in het noorden. Behalve in Nederland wordt er op deze aardbol alleen nog een beetje gesjoeld in België. Ook daar bestaat een officiële bond, zodat er misschien ooit nog eens een internationaal gevecht met de platte schijven in zit. Zou het een vraag een keer zijn dat we gaan zeggen, nou, wij gaan dus een keer Holland-België spelen. Dat is, zit mij dus wel in het voorhoofd, ook mede de andere bestuursleden dus ook. Om dat een keer te gaan realiseren, maar dat lukt hier niet in Ter Apel. Niet voor ons, want wij hebben te veel. Maar zoals de situatie nu is, zou jullie je eigenlijk wereldkampioen mogen noemen? Ja. Dat durf ik rustig te zeggen. Dat, er is, er mag dus rustig een andere vereniging, die mag wel rustig nadoen. Maar dan zijn ze gewoon koos enkele jaren. Gaan er dus alweer, zijn er dus dan alweer verstreken. Als ze dus als vereniging zijn er weer in gaan halen. Dat duurt nog wel even. Zowel teams als individueel. Dan hebben ze nog een poosje werk. Om dat te gaan doen. Piet Groenendijk is de topsjoeler van Ter Apel en daarmee van de hele wereld. Terwijl zijn vereniging het dit jaar niet kon waarmaken, pakte hij zijn 7e nationale kampioenstitel. Een gewoon mens is al blij als hij een keer 120 punten scoort. Maar Piets gemiddelde ligt op 145-146. Dat wil zeggen dat er van de 30 stenen bij iedere beurt maar net eentje overblijft. Het moeilijkste verschil is wel om de concentratie tot het laatste moment te bewaren. Met concentratie staat en valt ook te beheersen. Het verschil is een sport, dan moet je ontzettend goed kunnen beheersen, concentreren. En als het moeilijk gaat, rustig blijven. Is het ook een sport voor het publiek? Ik vind het zeker. Als ik een wedstrijd sjoel en er staat publiek en die moedigen je aan, die klappen als je goed gooit, daar krijg je zo'n enorme stimulans van. Geef je echt een kick en dat je prestaties stijgen daar enorm door. En die druk wordt steeds groter. Mensen verwachten altijd prestaties van je en die moet je misschien waar te maken. En, buiten dat de sjoel al moeilijk genoeg is om het maximale punten te gooien, krijg je die extra druk er nog bij. En om juist om die goed op te vangen, dat kost ontzettend veel energie en concentratie.
Succes voor je volgende titel. Ja, dankjewel. Ja, en wie zo kan spelen mag zich terecht kampioen noemen. Wij hopen volgende week goed te mikken met een reportage over de verdwenen pijpenindustrie in het Limburgse Weert. En u maakt kennis met Hessel Wiegman, een echte Terschellinger, een strandjutter kun je dus zeggen, die zich het lot van de met uitsterven bedreigde zeehonden aantrekt. En u weet het, we brengen nieuws uit de regio, dus volgende week woensdag zijn we in Bretagne. Dat mag vreemd klinken, maar kijkt u naar het nu volgende fragment van de reportage over Groningers in Bretagne. Tot volgende week. Een Gronings dansgezelschap in het Franse Rennes. Een van de 70 culturele manifestaties die in de tweede helft van november plaatsvonden in 20 steden in Bretagne. Carrefour des Régions d'Europe. Trefpunt van de Europese regio's heette de manifestatie in Bretagne, die voortaan ieder jaar zal worden georganiseerd met steeds weer andere gebieden. Wat heeft de kwitanties nodig van hun heer als ik? Zelfs al zijn we dat geld dat gegeven, of niet? Ach, lieve Trappolo, misschien willen wij ook nog wel eens een dansje wagen, een keer. Maar zoveel is er is ook meer en te oud voor de liefde, ben je. Samen met het Spaanse Galicië wilde Groningen hier duidelijk maken dat de regio's binnen de Europese gemeenschap er niet bij willen bungelen, maar veel hebben te bieden, niet alleen op economisch, maar ook op artistiek gebied. Woensdag in Van Gewest tot Gewest, Groningen op de Franse Tour.